Om ons een beeld te vormen van Schouwen en Duiveland van voor de watersnoodramp, nemen we rond 1950 een kijkje in Zierikzee. Twee bussen vol bejaarden, of zoals toen oude van dagen. Ze arriveren bij het Luitje. Ze komen uit Haemstede. Het plaatselijke kruiswerk en de gemeente heeft voor deze mensen een uitje georganiseerd. Het zijn eilandbewoners. Als ze eens een keer meer willen zien dan hun eigen omgeving, dan zullen ze van hun eiland af moeten. En daarom stappen ze hier op de veerboot. Door het havenkanaal dat Zierikzee met de Oosterschelde verbindt. De vertrouwde grond achter zich latend. Op de Oosterschelde zien ze mede-eilandbewoners. Wellicht mosselvissers uit Bruinisse. Een klein deel van de bevolking is dan werkzaam in de visserij. De meeste van deze oude vandaag hier aan boord hebben hun hele leven op het land gewerkt. Zo gaat dat in die tijd. De hoofdbron van het inkomen is de landbouw. Het zijn ook bijna allemaal boeren, boerenknechten, boerenmeiden en boerinnen. Na een excursie in een kersenboomgaard en een smakelijk zakje patat en goes keren de eilandbewoners weer terug naar hun dorp. Traditiegetrouw worden ze daar opgewacht door de plaatselijke fanfare en hun familieleden. Dat vredige leven van deze Zeeuwse eilandbewoners wordt in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari wreed verstoord. De pijltjes geven de belangrijkste doorbraken aan die die rampnacht zijn ontstaan. De meest linkse pijl is de doorbraak bij Burgsluis. Het landbouwhaventje van Burgsluis. Beelden van enkele dagen na de rampnacht. De mensen zijn bezig vanuit de polders hun spullen naar veiliger orde te brengen. Vanuit dit haventje stort het water de naastgelegen bootsinlaag in en in de noordwesthoek van dit onbewoond poldertje werpt de watermassa zich op een kruising van verschillende dijken. Wim Bom staat hier bij het doorgebroken kruispunt en filmt het huis van Kees Noordhoek. Het water stroomt de Burgse polder in. De doorgebroken suikerdijk. We kijken de bootsinlaag in. Waar het gat eindigt, staat het transformatorhuisje op de suikerdijk. Wim Bom draait zich om en filmt de Meeldijk. Op de achtergrond de kerk van Haemstede. Vanaf hetzelfde punt kijken we naar het oosten en zien de plompe toren van Koude Kerken. Opnieuw de voet van de Meeldijk, aangespoelde balen stro uit de boerderijen in de omgeving. Beelden van het oude Slusje, de huisjes in de inlaag Burgsluis. Hier verdronken in de rampnacht 10 mensen. Bij het haventje van Burgsluis ligt het nieuwe Slusje. Een rij huizen aan de voet van de zeedijk. Beelden van vlak na de ramp. Er was er ook een café met een bakkerij ernaast. Gaan we meer naar het oosten van Schouwen, dan komen we bij het gat in de Schelphoek. Luchtbeelden gemaakt door een cameraploeg van het Polygoonjournaal. Rechtsonder het wateroppervlak van de Oosterschelde. Hier is het gat in feite nog vrij klein. Door de eb- en vloedwerking is het steeds breder geworden. Was het in maart nog 320 meter breed, in juni was dat 425 en half augustus zelfs 525 meter. Wim Bom filmt het gat hier in de eerste week. Het is de grootste doorbraak in het hele rampgebied. Het gat in de Schelphoek is mede veroorzaakt door een schip dat door de storm tegen de dijk schuurde. 3 gebouwen vlakbij het Schelphoekgat. Het gemaal de Schelphoek is amper een jaar in werking geweest. Dankzij de wat hogere ligging zijn de pompen in het gemaal onbeschadigd gebleven. De spreuk in de gevel is gemaakt door bakker Bastiaanse uit Brouwershaven.
Achter deze gebouwen liep oorspronkelijk een brede vaart. De dagelijkse stroom van eb en vloed zoekt in deze vaart haar weg en zo ontstaat hier de Karremansgeul, die niets overlaat van deze huizen die hier stonden. De geul is vernoemd naar de Karremansweg die hier liep. Onderaan de dijk bij het gemaal stond een zogenaamde noodboerderij. Hier woonde de familie Oosen. Het dorp Serooskerke. Ook aan de dijk bij het gemaal het huis van Piet Hart. Aan de andere kant woonde de familie Quist. Beide families hebben zich kunnen redden. Haamstede ligt aan de rand van het rampgebied. Heel veel slachtoffers uit de ondergelopen polder worden hier de eerste dagen opgevangen. Links Piet Slager. De Noordstraat in Haamstede. Die eerste twee weken wordt er wat afgesjouwd met allerlei huisraad. Die dagen trekken de mensen bij eb het rampgebied in om zoveel mogelijk bezittingen veilig te stellen. Droog hooi wordt ook meegenomen. Veel vee van getroffen boeren is naar het duingebied van de Kop van Schouwen gebracht. De eerste week van de ramp, een zogenaamde beechcraft, bezig met het droppen van lege zandzakken. Bij dit karwei kreeg bouwman uit Renesse een pak lege zakken op zijn lijf en daardoor was hij de rest van zijn leven invalide. De tuin van het slot Haamstede, op de voorgrond het hok waarin fazanten werden gekweekt voor de jacht. De tuin gebruiken ze die eerste weken als landingsplaats voor de helikopters die hier geredde mensen aan land zetten en hulpgoederen aanvoeren. Een apart verhaal is het verhaal van het Finse vrachtschip De Boren 6. Dat wordt in de rampnacht op het strand bij Haamstede geworpen. Op zondagmorgen wordt de reddingssloep van deze boot gebruikt om mensen uit de polder te redden. De bemanning van dit schip wordt in Haamstede opgevangen. Op maandag 2 februari wordt de zendinstallatie van dit schip gebruikt om via Radio Scheveningen de buitenwereld op de hoogte te brengen van de toestand op dit zwaar getroffen eiland. Het zal tot december duren voordat ze dit schip van het strand kunnen trekken. Met Wim Bom beklimmen we de kerktoren van Haamstede, de droge kern van het dorp. En hier duidelijk de rand van het rampgebied van Schouwen. Voor ons strekt zich de ondergelopen polder uit. Beneden in beeld varen de bootjes. Haamstede is alleen maar over het water bereikbaar. In de schuitkant is het in die tijd een komen en gaan van vaartuigen. Het bekendste is wel de Wasipo, het buurtschip van Pols uit Rotterdam. Samen met Simons onderhoudt hij een buurtdienst. Wasipo, water, Simons en Pols, vandaar. De rand van het rampgebied bij Haamstede. Het eind van de tramlijn, met de watertoren waar de stoomlocomotieven water innamen. Meer beelden uit de eerste rampweken. Op de zandweg treffen we links Marien met zijn broer Bart de Vrieze, bezig met het redden van landbouwmachines. Het is eb, want dan alleen kun je hier rijden. Op de achtergrond de boerderij van Johan Goudswaard. Het rampgebied is verboden gebied. Alleen met toestemming van de plaatselijke overheid kun je het gebied in. Het bergen van de vele kadavers krijgt grote prioriteit. Er heerst grote angst voor het uitbreken van besmettelijke ziekten. De zandweg bij Haamstede.
De stroming, veroorzaakt door de dagelijkse werking van eb en vloed. Polities en een militair. Het is de eerste of de tweede week na de ramp, want de militaire hulp zal tot 17 februari duren. Filmer Wim Bom weet een plaatsje in hun boot te bemachtigen en neemt ons mee de polder in. Een weggespoelde dorsmachine. Het woonhuis van Zita, die later naar Canada emigreert. Hier woonde Piet Salm. Die wilde eerst niet weg. Dacht dat het water nooit zijn huis zou bereiken. We varen richting Noordwelle, over de Oostweg. In de verte de kerktoren van Noordwelle. Wachtmeester De Mooi. Zo voeren ze dagelijks patrouilles uit. Om Haemstede hebben ze een nooddijk gelegd uit voorzorg tegen hoge waterstanden. De dijk is gemaakt van zandzakken en is met hulp van militairen en vrijwilligers in de eerste week na de ramp hier aangelegd. Een klein drama speelt zich hier af op zondag 12 april. Het is eerste paarsdag. Die ochtend is het opnieuw springvloed. De achterkant van de kerk in de Noordstraat. Als de nietsvermoedende kerkgangers naar buiten komen, zien ze tot hun verbazing dat hun dorp begint onder te lopen. Door de springvloed breekt de nooddijk op verschillende plaatsen en krijgt het water vrij spel in de lager gelegen delen van Haemstede. Op de zandweg legt fotograaf Jaap van den Berg deze kleine ramp voor het nageslacht vast. Deze nooddijk liep langs de hele rand van het rampgebied en eindigde net voorbij Renesse. Aan de Weelweg in Burg hebben de kippen een veilig heenkomen opgezocht. Als we naar het oostelijk deel van het eiland trekken, kunnen we zien wat de gevolgen zijn geweest van de doorbraken van de dijk langs het havenkanaal naar Zierikzee. De monding van het kanaal aan de kant van de Oosterschelde. We kijken zo de polder Schouwen in. De boerderij van Den Boer van Tolt, dat altijd achter de dijk heeft gelegen. De dijken langs het havenkanaal zijn allemaal bij de eerste vloed op zondagmorgen doorgebroken. Benaderen Zierikzee. In de rampnacht liep Zierikzee onder doordat het water zich vanuit de haven het centrum instortte. En ook door de breuken in de dijk van het havenkanaal. De hoogste delen blijven droog en vormen een veilige plek voor mensen die gered worden en voor de aanvoer van hulpgoederen. De Weststraat. We kijken de polderschouwen in. Het is laag water. Bij vloed komt het water hier tot deurbelhoogte. De boerderij van Schals, de kippenboer bij de Grachtweg. De Hoofdpoortstraat, vanaf het Slingerbos gezien. In Zierikzee verdrinken 24 mensen.
bankje in het slingerbos. Als Wim Bom zich omdraait, kijken we richting Zuid-Wellebrug. De Houwersweg. Dit huis is later gesloopt ter wille van de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Schouwen en Duiveland. Verder zicht op de Houwersweg. De Westbrug. Arnold Verbeek, amateurfotograaf, in gesprek met een lid van de Duitse hulptroepen. In het kader van de internationale hulpverlening is hij in Zierikzee gestationeerd en belast met het repareren van landbouwwerktuigen. Agent Kees de Leeuw loopt voorlangs de kolenopslagplaats van Van Malland. Daar uit het zijstraatje kwam het water met zo'n kracht, zodat de hele loods werd ondermijnd en de kolen werden meegesleurd naar alle straten in de buurt. Het Havenplein. Hier hebben de vloedplanken het begeven en het water stortte zich op de gevels en baande zich een weg door de straatjes en poortjes. Op de algemene begraafplaats van Zierikzee hebben ze een noodbegraafplaats aangelegd. Hier worden tijdelijk 230 slachtoffers van Schouwen en Duiveland geborgen. Die zijn later herbegraven. Het waterleidingnet is door de overstroming buiten werking geraakt. De inwoners die er nog zijn, moeten zich behelpen met water uit tankwagens, dat via de haven uit Zuid-Beveland wordt aangevoerd. Op 4 februari maakt de regering bekend dat alle vrouwen en kinderen uit veiligheidsoverwegingen Schouwen en Duiveland moeten verlaten. Maar die hele evacuatie verloopt hier nogal stroef. Het is allemaal zeer tegen de zin van de inwoners van Zierikzee. Dit hebben ze 8 jaar eerder ook al meegemaakt. En bij terugkeer waren al hun huizen leeggeroofd. Vooral onder de middenstanders is het verzet groot. Er wordt zelfs een kort geding aangespannen tegen het Zierikzeese gezag. Vrijdagmiddag komt prins Bernhard naar Zierikzee en probeert zijn gewicht in de schaal te leggen. Hij spreekt de bewoners toe en zegt onder meer dat de mensen nu eindelijk eens een keer gratis met de boot mee mogen. Het zal pas dat jaar na Pinkster zijn dat de inwoners naar hun huizen kunnen terugkeren.